Yo gasten, welkom bij een nieuwe video. Vandaag ben ik hier met Sus en wij gaan, omdat we 100 abonnees hebben bereikt, gaan we een soort van challenge doen. De banaantjes en Sprite challenge. Hier lekkere banaantjes en daar de Sprite. Maar we gaan eerst een beetje bladzien schaar ja doen om te zien wie dat de challenge moet doen. Ja. Bladsteen schaar ja. Shit. Ja, nog eens. Bladsteen schaar ja. Holy tieten. Bladsteen schaar ja. Holy tieten. Bladsteen schaar ja. Ja, ik zeg gewoon. Ah ja, oké. Okay. Ik ben dus verloren. We gaan nu banaantjes eten. En ja, wacht, ik geef even de camera aan Sus. Holy tieten, maat. Een beetje banaantjes eten. Lekker. Skills. Banaantjes zijn heel lekker. Heel erg lekker. Mijn zus wil toch eens drinken, banaantje. Maar, hopelijk gaan we ze niet kotsen. Nee, jij gaat kotsen, ik ja, niet. Ja, ik ga kotsen. Nee. Want ik ben gewoon. Banaantje nog één is binnen. Dan moet je in de natuur werpen. En dat is voedsel voor de grond. Compost. Ik kan nou een tip voor een banaan open te doen. Je moet dat zo vastpakken. En dan moet je dit doen. Heb ik dat gezien? Dat werkt. Die dopjes zijn meestal als je vlees vettig groot. Dat is echt, hè. Kijk, grappig. Lekker. Banaan zijn wel lekker, eigenlijk. Ja. Tuurlijk. Voedzaam. Vitamintjes. Oh my. Ik zit echt bomvol, man. Ja, dat kan ik geloven. Het biedt me toch gewoon zoveel mogelijk spreid proberen te eten. Ja. En kotsen. Kotsen zitten. Ja, banaantje 2 is binnen. Je kan het een beetje dik spreid. Lekker. Kijk, ik ga gewoon echt. Dat is niet goed, maat. Holy tieten. Maat. Wacht maar, nog een beetje. Yes. Hoe zijn je zelf op die idee gekomen? Maat. Maat, biedt is je liter op. Ja, hij is op na. Nee, de helft na. Komt niet, maat. Sterke maag noemen ze dat. Ja, man. Komt het? Ja,
dat is kankerig, man. Oh. Ah, Sprite, want ik eet mijn poeder. Ja. Ja, nee, maar dat gaat niet lukken, denk ik. Het is niet gelukt, hè. Ik weet niet wat het er mis was, maar... Waard heeft nogal sterke maag. ja, dat... ik voel het wel een beetje aan mijn maag, maar... Eigenlijk, die Sprite en banaan challenge, dat is echt... dikke stront, want dat werkt voor geen fucking kanker, want echt, ik kan toch gewoon 2 bananen eten en Sprite, maar ja, maakt niet uit. Toch bedankt voor de 100 abonnees en dan zie ik jullie volgende keer. Ciao!